Het is voor gemeenten ontzettend belangrijk dat er vrijwilligerswerk is binnen gemeenten. Dat er vrijwilligersorganisaties zijn. En ja, omdat vrijwilligersorganisaties het cement zijn in onze samenleving. Vrijwilligerswerk cruciaal is voor een goed samenleven. Is het ook nodig dat er een goede relatie is tussen gemeente en vrijwilligersorganisatie. Je moet aan de voorkant, dus juist dat partnerschip tussen openbaar bestuur en vrijwilligersorganisaties, koesteren. Omdat de vrijwilligersorganisatie iets kan wat de gemeente gewoon niet kan. Vrijwilligers kunnen mensen steuntje in de rug geven eigenlijk op ieder mogelijk vlak in het leven. Heel vaak ook bij grote live events, bijvoorbeeld bij een echtscheiding, bij verlies van jouw baan. Als je tijdelijk in geldproblemen zit. Het zijn allemaal situaties waarin vrijwilligers uitkomst kunnen bieden. Het is ongelooflijk belangrijk dat vrijwilligers dat werk doen, omdat vrijwilligers echt de tijd hebben. Ze kunnen een luisterend oor bieden. En bovendien zijn vrijwilligers er zonder oordeel, gewoon van mens tot mens. Ik vind het vanzelfsprekend dat de lokale overheid, gemeentes, een financiële relatie aangaan met vrijwilligersorganisaties, maar ook een gelijkwaardig partnerschap. En een gelijkwaardig partnerschap betekent eigenlijk ook langdurige investering in vrijwilligersorganisaties. Nou, er is inmiddels uit voldoende onderzoek gebleken dat het investeren van 1 euro in dit type vrijwilligerswerk lonend is en een verdubbeling tot een vertienvoudiging van die euro teweeg kan brengen wanneer een gemeente investeert in dat vrijwilligerskapitaal. Ja, een samenleving kan alleen maar met gemeenschapszinnen naar elkaar omkijken. Nou, zo gaan wij ook met partners om, ook met vrijwilligers om. Dus we doen dat met langdurige relaties, langdurige subsidies. Samen doelen formuleren, dat is ons kader. Dus niet zozeer het aanbesteden, vooral met subsidies. Langdurig, langjarig werken aan de stad. Ja, en de gidsen, effectief partnerschap, die zegt dat ook. Hè. Die zegt van dat we op deze manier als gemeentes en organisaties met elkaar zouden moeten werken. Dus ik ben heel blij dat de VNG dit omarmt. En ik vond het zelf ook echt heel leuk om eraan mee te werken. En ik geloof ook heel erg in wat daar staat. Ons advies is om samen in gelijkwaardig partnerschap deze gids te gebruiken om Nederland een stukje mooier te maken.